De restauratie van de Coberco-fabriek is nog in volle gang. Projectontwikkelaar BPD heeft veel plannen met de oude zuivelfabriek. Maar waarom wordt juist deze fabriek gerestaureerd? De Coberco-fabriek wordt gerestaureerd omdat wij dit een fantastische plek vinden om hier aan het werk te mogen gaan. Om iets moois aan Arnhem te mogen toevoegen. Een hotspot op deze plek te mogen maken. En, waarbij we de schoorsteen als markant punt nemen voor de hele ontwikkeling van deze locatie. En vanuit alle kanten zal die zichtbaar blijven. En daarom wordt die ook voorhand al gerestaureerd, nou, wat jullie vandaag gezien hebben. Vanuit wie komt, zeg maar, de wil voor de restauratie? De restauratie komt vanuit ons, vanuit BPD. Als gebiedsontwikkelaar vinden wij dit een heel belangrijk onderdeel van deze locatie. En daarom hebben we het ook het hart van deze ontwikkeling gemaakt. En laten we op voorhand zien dat die schoorsteen het hart is. En zijn we op voorhand, dus wij zijn opdrachtgever voor deze restauratie.